bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke video. Ik ben altijd heel enthousiast als ik dit soort video's maak. Ik ga vandaag weer allemaal nieuwe make-up testen. En het is allemaal betaalbare make-up. Ik kwam vandaag thuis van werk en ik had allemaal pakketjes en allemaal nieuwe make-up. En ik heb hier genoeg voor een full face. Ik heb alles behalve primer. Die heb ik niet. Maar voor de rest is alles nieuw. Zoals ik ook al zei, het is allemaal betaalbaar. Dus allemaal gewoon goedkope make-up ook. En ja, daar ga ik gewoon vandaag een look mee maken. En het is echt mijn eerste indruk. Dus ik ga gewoon vertellen wat ik ervan vind. En welke ik goed vind, welke ik slecht vind. Gewoon mijn mening over alle make-up. Ik was helemaal niet van plan om vandaag deze video te maken. Want meestal na werk ben ik moe. Ik werk van 9 tot 6. En daarna heb ik echt geen zin meer om nog een hele video te maken. Maar ik was zo enthousiast. Ik dacht echt, ik wil nu deze make-up testen. Ik wil het nu op mijn gezicht. Dus vandaar dat ik nou hier zit. Dus ben je benieuwd naar deze video? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Ik ga mijn gezicht primen met de NYX Studio Perfect Photo Loving Primer. Deze is heel fijn, maakt je huid lekker mat, lekker egaal. I love it. En ik doe dit altijd gewoon op mijn hele gezicht. Sommige mensen doen dit soort alleen echt op de T-zone, maar ik doe het altijd gewoon lekker overal. En hier heeft een puist besloten om zijn entree te maken in mijn leven. Dus negeer hem vooral, want wij zijn geen vrienden. Oké, voor foundation heb ik de Revolution Pro Full Coverage Foundation in de kleur F8. Ik moet zeggen, ik heb geen goede ervaringen met de Revolution Pro. De normale Revolution lijn, geweldig. Een van de beste merken ever. Super, super goede make-up. Maar hun Pro lijn is op de een of andere manier slechter. Dus tot nu toe is er geen enkel product van die lijn die ik goed vind. Tenminste van die ik heb getest. Maar ik ben heel erg benieuwd, want deze foundation heeft een volledige dekking, is vegan. Dus ja, ik hou van een volledige dekking. En ik ga hem ook aanbrengen met een nieuwe spons. En dit is de Queen Tarsi Flawless Finish 3-in-1 Make-up Spons. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Je kunt hem ook gewoon zo ophangen als je wilt. Ik ga hem even hier eruit halen en hem even nat maken. En dan ga ik gewoon de foundation aanbrengen. Nou, ik heb hem nat gemaakt. Nou is hij heel groot. Ik moet zeggen, hij is even zacht als de originele beauty blender. Mijn issue altijd met die namaak beauty blenders is dat ze vaak gewoon te hard zijn. Ik hou niet van hard. Ik wil hem gewoon net zo zacht hebben als de beauty blender. Maar dan obvious voor wat minder geld. En deze is echt zacht. Wow, I love it. En hij is maar 10 euro. De foundation is lijkt iets rond de 8 euro. Ik ga gewoon een beetje aanbrengen op de onderkant. En dan gewoon zo inblenden. Wow, deze spons is zo zacht, mensen. Dit is mijn nieuwe favoriet. Deze is echt geweldig. Wow. Ik had niet verwacht dat er een betere spons zou komen dan de Beauty Blender. Ik vind hem niet per se beter. Ik vind ze gewoon even goed. Maar omdat deze dus 10 euro is en de Beauty Blender 20 euro, ga ik voor deze. Ik ben echt heel erg impressed. Ik vind het ook fijn dat die onderkant zo groot is. Je kunt lekker snel je foundation aanbrengen. Wauw, dit is echt een geweldige spons. Ik had dat niet echt verwacht eigenlijk. Oké, nou, ik heb de hele foundation aangebracht. Deze is echt heel mooi. Er is echt niks mis mee. Hij is echt een volledige dekking. Hij is ook mat. Deze spons echt, ik weet niet hoe ik kan uiten hoe blij ik hiermee ben. Deze is echt geweldig. Nou, dus over alle twee ben ik tevreden. By the way, voor de mensen die al een foundation hebben van de Revolution, ook gewoon van de normale lijn. Want ik heb hier ook de Fast Base van de normale lijn. Ik heb hier F8 en hier ook F8. Al die make-up foundation kleuren matchen met elkaar. Dus mocht je al een kleur hebben, dan weet je automatisch ook al je kleur van de andere foundation. Dat is wel handig. Oké, dan concealer. Ik heb de Maybelline Fit Me Concealer. Die is al wel like 2 jaar lang uit, maar ik heb hem pas nou. Dit is in de kleur 20. Het was een beetje gokken online welke kleur ik heb. Ik wist niet of hij te licht zou zijn of te donker. Ik dacht dat hij misschien iets te donker is. Want ik hou altijd wel van lichte concealer. Maar ik ben dus benieuwd. Ik hoor hier altijd heel veel goede verhalen over. Dus ja. Ik ga het gewoon even aanbrengen. En de concealer die blend ik dan uit zo met deze kant.
Deze concealer is ook echt geweldig. Ik ben zo blij dat het tot nu toe echt zo goed gaat. Ik ben echt blij met alles. Ook weer de spons heeft het ook weer geweldig uitgeblend. De kleur van deze concealer is in principe goed. Maar ik had hem toch iets lichter gewild. Gewoon puur omdat ik van dat iets te lichte hou. Wat voor een normaal persoon te licht is. Maar voor mij is dat dan normaal. Maar dat vind ik gewoon mooi. Maar als je gewoon gaat voor een goede kleur en je hebt mijn huidskleur. Dan is de kleur 20 gewoon prima. Hij dekt heel mooi. Hij blendt mooi. Ja, I love it. Dit is echt een hele goede concealer. Deze concealer is rond de 10 euro. Dan heb ik voor poeder de Revolution Lace Poeder. Ik heb deze al een keer getest in de banana versie. Dus de gele. Maar die was echt way too geel. Dat was echt gewoon te donker voor mij. Dus ik heb nou de lace kleur. Dus ik ga deze even aanbrengen onder mijn ogen. En op alle plekken waar ik concealer heb aangebracht. Wat ik wel echt een nadeel vind is deze verpakking. Want ik haal altijd de poeder eruit zo op de deksel. Maar deze is zo klein dat je er ook niet echt goed in kunt met je spons om het aan te brengen. Dat vind ik altijd wel een beetje een nadeel aan dit soort verpakkingen voor poeder. En dan pak ik weer mijn spons. En dan pak ik de kant die ik nog niet echt heb gebruikt. En dan ga ik het gewoon zo aanbrengen. Dat hij zo puntig is, is ook super handig. Want zo kom je echt in de hoekjes en zo. En ook deze poeder vind ik goed. Deze is 5 of 6 euro. Ook weer heel betaalbaar. Vind ik hem geweldig? Nee. Ik vind mijn W7 nog steeds beter. Mijn Nabla ook. Maar die is wel echt heel duur. Die is like 18 euro. Ik vind hem goed, maar niet echt geweldig. Maar wel gewoon goed genoeg. Dus als je gewoon op zoek bent naar een beetje een betaalbare. En je vindt de W7 te geel, want dat kan. Dan is deze ideaal voor een iets lichtere kleur. Ik vind hem in ieder geval mooi. Dan heb ik hier nog een paletje van Revolution in samenwerking met Imogen. Of, wacht, hier staat haar naam denk ik. Oh ja. Yeah. Ja, dit paletje heet Imogenation. Maar haar naam is Imogen of weet ik veel wat. Maar ik zet het allemaal beneden in de beschrijving. Zij is ook een beauty vlogger, een influencer. En zij heeft dus dit paletje uitgebracht met Revolution. En dit is een highlight en contour paletje. Dus ik wil hier even mee gaan contouren. En ik hoop dat dit paletje ook goed is. Want tot nu toe gaat de video uitstekend. Nou, zo ziet het paletje eruit. Ik vind hem er echt heel cute uitzien. Dan heb je dus 9 kleuren. Dit zijn een beetje poederkleuren voor bijvoorbeeld een beetje onder je ogen en om je foundation te zetten. Dan heb je hier 3 contourkleuren en 3 highlights. Of ja, 4, want dit zijn eigenlijk 2 kleuren. Het ziet er allemaal echt heel mooi uit. Kijk hoe mooi, ja. De enige die ik niet ga gebruiken, waarvan ik al weet dat ik ze niet ga gebruiken, zijn de bovenste 3. En je hebt ook echt een hele grote spiegel, zoals je kunt zien. En dat vind ik altijd heel fijn. Zo'n paletje is super handig voor op reis en dat soort dingen. Ik ga eerst even mijn gezicht contouren. Ik ga denk ik de middelste kleur pakken en die heet Warrior. Warrior. Ik kan nooit iets uitspreken. En die ga ik hier aanbrengen bij mijn jukbeenderen. Hele mooie kleur. Heel cool toon. Het is heel belangrijk met contourkleuren dat het een koele ondertoon heeft. En absoluut niet warm, want dan heb je gewoon een bronzer. En deze kleur is echt perfect om te contouren, joh. Nou, met die kleur ga ik ook mijn neus contouren. Wow, dit is echt een perfecte kleur. Dit is echt heel mooi. Oké, wat ik toch wel vaak doe, omdat ik gewoon extra ben, is nadat ik heb gebaked, ga ik er nog overheen met de lichte pressed poeder. Dus dat ga ik nou ook doen. En ik zei net dat ik die 3 kleuren niet ga gebruiken, maar dat ga ik wel doen. Ik ga die dus daar nog overheen doen, zoals ik normaal ook zou doen met gewoon een andere poeder. Ik ga de kleur My Gal gebruiken. Deze is een beetje banana, een beetje geelachtig. En dan pak ik weer mijn spons. Ik doe altijd zoveel met 1 spons. En dan ga ik erin. En dit breng ik dan nog zo eroverheen aan. En ook deze poeder. Geweldig. Maakt het mooi licht onder mijn ogen. Nou, dan heb ik nog de 3 onderste highlight kleuren. Maar die ga ik pas straks gebruiken als ik hier ga highlighten. Tot nu toe deze kleuren. Tenminste deze 2 die ik heb gebruikt. Geweldig. Je kunt altijd heel goed aan mijn energie zien wat ik ervan vind. Mijn laatste video was een make-up tutorial over make-up die ik slecht vind. En je kunt ook echt heel mijn energie zien in die video. Ik ben dan gewoon iets minder enthousiast, iets meer chagrijnig, iets meer saai, iets meer van ja blum 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 blum. Echt, het tast oprecht mijn mood aan, zeg maar. Dus als ik heel happy ben, heb ik ook echt een hele happy mood. Dus je kunt dat denk ik wel een beetje zien aan deze video. Oké, dan ben ik vanavond even klaar met het gezicht en ga ik verder met oogschaduw.
Nou, Revolution had dus samen met die influencer, wiens naam ik niet kan uitspreken, dit paletje gemaakt. Maar bij deze collectie hoort ook een oogschaduwpalet en die heet ook Imagination. Imagination, I don't know. En deze heeft echt heel veel kleuren. Revolution heeft ook een paletje ongeveer tegelijk met dit paletje uitgebracht met een andere influencer, Kissu of iets. Dat paletje heb ik ook. Ik heb op Instagram gevraagd welk paletje jullie willen zien in deze video. En deze heeft gewonnen met iets van 10% meer. Dus ik ga dit paletje gebruiken nou. Kijk even hoe ik verpakkingen altijd helemaal kapot maak. Echt, ik heb echt geen respect. Nou, en weer die mooie verpakking. Nou, en zo ziet dan het paletje eruit. Zoals je kunt zien, heel veel beetje neutrale kleuren. En wel een paar kleurrijke kleurtjes. Ja, ik vind het allemaal heel mooi uitzien. En ook weer een hele grote spiegel. Echt, I love this. Ik moet altijd zo eentje hebben om een beetje zo te kunnen kijken. Deze kleuren zien er echt heel mooi uit. Oké, ik vind het echt heel handig dat er hier vier van die soort transitiekleuren zijn. Ik ga eerst deze in mijn arcadeboog doen. Dit is de kleur ok. Dus O met 5 K's. Dit is een hele mooie bruinige kleur. En deze doe ik zo in mijn hele arcadeboog. En ik ga iets erboven, want ik heb hooded eyes. Dus alles moet een beetje hoog worden aangebracht. Het voelt echt alsof ik super veel praat in deze video. Maar dat komt gewoon omdat ik enthousiast ben. En dan praat ik gewoon veel. Maar ja, ik moet heel even een beetje minderen met praten. Want anders gaat deze video 3 kwartier duren. En dat is voor de meeste mensen een beetje te lang. En dan pak ik die kleur die daaronder zit. Dit is de kleur Sorry Not Sorry. En daarmee ga ik het iets donkerder maken. Dan pak ik deze kleur. Deze een beetje meer rood, bordeaux rood. En deze kleur heet Berry Blast. En met een iets kleinere fluffy kwast ga ik die ook in mijn arcadeboog doen. En dit doe ik helemaal van buiten naar binnen. En dan om het iets donkerder te maken pak ik ook deze iets meer paarse kleur. Dit is de kleur Trying It. En daarmee ga ik er letterlijk gewoon overheen. Altijd als ik een nieuw paletje gebruik wil ik zoveel mogelijk kleuren aanbrengen om te zien of ik, ja, om te weten wat ik oprecht van het hele paletje vind. Dus dat doe ik vandaag ook weer. En dan pak ik weer die donkerbruine kleur Sorry Not Sorry en met een kleine blending kwast ga ik dan de randen uitblenden van die twee kleuren van daarnet. En ik pak ook een beetje van de kleur Berry Blast. En dan pak ik een beetje van de zwarte kleur, die heet Limo. En die ga ik ook een heel klein beetje in mijn arcadeboog aanbrengen. Om het iets donkerder te maken allemaal. En ik dep het er gewoon zo op en dan ga ik het zo meteen uitblenden. En dan weer met die kwast van net, met wat er gewoon nog op zit, ga ik het ook weer uitblenden. Dan pak ik weer die paarsachtige kleur, die heet Trying It. En daarmee ga ik het iets beter proberen uit te blenden. Ik moet zeggen, ik ben een beetje aan het struggelen met het uitblenden van deze kleurtjes. Ik moet best wel vaak erin gaan met andere kleuren om het een beetje fatsoenlijk uit te blenden. Dus dit kost me een beetje veel tijd. Meer dan dat ik eigenlijk gewend ben. Nou, ik heb het nou allemaal wel een beetje fatsoenlijk uitgebracht. Ik heb nou 1, 2, 3, 4, 5. 5 kleuren gebruikt. En ik moet zeggen, het blenden kost me wel echt een beetje moeite. Een goed paletje, een goede oogschaduw die goed uitblenden, kun je gewoon uitblenden in dezelfde kleur. Dus als je ze aanbrengt, blenden ze ook al meer uit. Deze niet. Deze breng je aan en blenden bijna niet meer uit. Waardoor ik dus steeds met een andere kleur er weer in moet gaan om ze een beetje te kunnen uitblenden. En dat kost gewoon echt heel veel tijd. Voor de rest vind ik de kleuren echt prachtig. De pigmentatie is echt insane. Er komt heel veel kleur vanaf. Mijn enige issue tot nu toe is het blenden. Dan ga ik weer even mijn Fit Me concealer pakken. En ik ga even een halve cut crease maken. Oké, dan pak ik deze roze glitterkleur. Die heet Forever Friend. Ik ga mijn kwast ook nat maken met fixing spray. En die ga ik over mijn hele lid doen. En alweer is er echt heel veel pigmentatie. Ik vind deze echt heel mooi. Hij glimt ook mooi. Hij is mooi licht. Dat vind ik ook heel mooi. Ik moet wel zeggen, hij slaat een beetje grijs-roze aan of zo. Het is niet echt helemaal roze. Dat is wel een beetje apart. Ik had hem liever gewoon helemaal roze gewild.
Maar kijk, kijk, hier is hij wel echt roze. Maar daaromheen wordt het meer een beetje zilver. Heel raar. En in het paletje kan ik ook die kleurverschil zien. Nou, dit vind ik echt heel erg mooi. Dan pak ik weer die zwarte kleur Limo. En dan ga ik het even hier in de buitenste ooghoek aanbrengen om het iets donkerder te maken. Nou, ik vind dit er echt heel mooi uitzien. Nog een keer, de zwarte kleur blendt weer niet heel fijn uit. Het kost weer extra moeite, maar zoals je kunt zien, het is wel echt heel zwart. Tot nu toe vind ik de ooglook echt heel mooi. Nou, dan pak ik weer de kleur Trying It en een beetje van de zwarte kleur Limo. En die doe ik ook onder mijn ogen. Dan pak ik deze lichtachtige nude wittige kleur, die heet Angel. En die breng ik aan onder mijn wenkbrauwen, om mijn wenkbrauwen een beetje te liften. En ik doe die kleur ook in mijn binnenste ooghoek. Oké, dan ben ik in principe klaar met de oogschaduwen. Zoals ik al heb gezegd, de glitterkleuren zijn echt heel erg mooi. Alleen de matte kleuren zijn ook heel erg mooi, maar het blenden kost gewoon echt heel veel tijd. Ik ben heel blij met hoe het is geworden. Het is allemaal super gepigmenteerd. Het is hieronder iets meer zwart smoky geworden dan wat mijn bedoeling was. Maar ik ga toch heel eerlijk zijn met jullie. Ik heb hier een ander Revolution paletje. Deze is in samenwerking met Sauve Das Nails. Dit paletje is geweldig. En de kleuren lijken ook best wel veel op elkaar. Ze zijn allebei even duur, allebei rond de 10 euro. Maar als ik één paletje zou moeten aanraden, is het toch deze van Sauve Das Nails. De kleuren lijken echt op elkaar. Alleen een beetje die kleur daar in de blauw is er niet echt. En deze roze, maar... Over het algemeen kun je veel kleuren die hierin zitten ook hierin vinden. En als ik echt kijk naar kwaliteit, blenden... Ik ben ineens heel erg overbelicht. Maar in ieder geval, als ik gewoon een beetje kijk en echt eentje aanraad, is het toch echt deze met Sauve Das Nails. Je kunt hier ook echt zoveel looks mee maken. Hij blendt fijn. De kleuren zijn heel goed. Dit paletje is ook echt heel goed. Mocht je deze kleuren mooi vinden die je niet in dat andere paletje hebt, dan raad ik deze zeker ook gewoon aan. Alleen ja, het blenden kost gewoon iets meer tijd. Ik heb ook een nieuw oogpotlood / lippotlood. Dit is 2-in-1. En dit is de I Heart Revolution Multiliner. Dit is 1 lip en 3 oogpotloodjes. En het is echt heel mooi verpakt. Heel chic, terwijl het wel heel betaalbaar is. Deze was rond de 4-5 euro. Dus ook weer heel erg betaalbaar. En dit is dus net als die oldschool pennen. Je kunt dan gewoon zo naar beneden drukken. En dan komt hier de kleur uit. Je moet hem dan nog wel draaien. Maar dan komt hier de kleur uit. Benefit is met een wenkbrauwproduct uitgekomen. Die ook op die manier is. Zoals je kunt zien. Maar deze is voor wenkbrauwen. En dan heb je ook allemaal wenkbrauwkleuren. En dan komt het ook gewoon hieronder eruit. Net als deze. Wat me opviel was dat deze heel veel hype kreeg. Over hoe Benefit dit super goed had bedacht. En hoe dit zo innovatief is. En dit en dat. En ik dacht bij mijn eigen... Ja, maar I Heart Revolution heeft deze al uitgebracht. En hier was geen hype over, maar hier wel. Terwijl, it's the same. Maar ja, het is nou gewoon eenmaal zo. Deze ga ik ook even proberen. Ik laat alles vallen. Even kijken, ik pak de zwarte kleur. Er staat alleen dan niet op welke, want eentje is voor lippen en de rest voor ogen. Er staat alleen niet op welke dan lippen is en welke ogen. Maar in principe, je kunt alles gebruiken voor wat je wilt. Ik pak even de zwarte. Die ga ik aanbrengen in mijn waterlijn. Om het ja, daar gewoon wat zwarter te maken. Ik hoop dat hij gewoon heel erg zwart is. Want dat is wel wat ik altijd wil in een oogpotlood. Nou, ook weer top jongens. Oh mijn god, kijk hoe zwart het is. Heel vaak bij van die betaalbare oogpotloodjes wordt het niet echt heel zwart. Wordt het een beetje grijsachtig. Ik wil het altijd gewoon super zwart hebben. Deze maakt het echt heel zwart zoals je kunt zien. I like it. Ik ga straks het lippotlood ook gebruiken. By the way, mocht je dit paletje willen of die andere van Sauve Das Nails. Dus... deze. Ik heb ze van beauty88.nl. Ik heb ook een kortingscode. Sarah10p volgens mij. Dus het staat hier beneden in de beschrijving. Dus mocht je make-up willen, ga naar beauty88.nl. En dan vind je al die make-up. Voor mascara heb ik de Maybelline Total Temptation mascara. Deze is vrij nieuw. Is er al wel 3 maanden of zo. Maar is wel... volgens mij de nieuwste van hun collectie. Dus ik ga deze proberen. Deze is rond de 15 euro. Ik heb hem van de Kruidvat. Maar deze kun je ook halen bij Beauty 88. En dan heb je weer mijn korting. Dus dan is hij iets goedkoper. Maar ik heb hem van de Kruidvat. Nou, zo ziet hij eruit. Ik vind hem er mooi uitzien. Hij is zo lekker mat. Hij is zo roze. Ik hou van roze. Dat is mijn favoriete kleur. En zo ziet de applicator eruit. Ik vind hem er heel
mooier uitzien. Ik hou van dit soort beetje dikke, korte applicators. Dus ik hoop dat hij mijn wimpers ook heel lang gaat maken. Ook al heb ik niet veel wimpers. Ik heb veel goede verhalen gehoord over deze mascara. Dus ik hoop dat hij de hype waard is. En ik ben hem nou aan het aanbrengen. En ik moet zeggen, ik ben positief, denk ik. Hij brengt heel fijn aan. Hij pakt echt mijn wimpers vast. En als een mascara dat doet, maakt hij ze dus echt heel lang. Oké, ik besef me net dat ik geen eyeliner op heb gedaan. Ik heb er eigenlijk niet echt over nagedacht of ik een eyeliner op wil. Maar als ik die wou, ja, dan ben ik nou al een beetje te laat. Want dat moet altijd voor mascara. Of ja, hoeft niet per se, maar dat vind ik wel het fijnst. Maar kennelijk wordt er dus geen eyeliner vandaag. Dat heb ik gewoon net automatisch onbewust besloten. Nou, ik ga heel even snel deze AliExpress wimpers opdoen. Ben ik zo terug. Nou, mijn wimpers zitten erop. Dit zijn de AliExpress E11 wimpers. Die ik de laatste tijd echt elke keer opdoe. Ja, nogmaals, de mascara is super fijn. Hij is ook fijn om vast te houden, want hij is zo hier plat. Dus je kunt daar zo lekker je duim op leggen. Geweldige mascara, hij maakt het super lang. Oh ja, by the way, ik heb toch een beetje eyeliner opgedaan boven met de HEMA Eyeliner Pen. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Ik heb hier de Milani Baked Bronzer. Ik heb al heel veel Milani Baked Blushes. En die zijn super super fijn. Dus ik wilde ook de bronzer gebruiken. En dit is de kleur 05 Soleil. Dus ik ga deze gewoon even aanbrengen op mijn hele gezicht. Het is een glanzende bronzer. Hij is wel een beetje roodachtig. Dat vind ik altijd heel mooi. Ik hou van rood-bruine bronzers. Ik hou alleen niet zo van het glanzende effect. Maar ja, misschien is het mooi. Ik ga hem gewoon even opdoen. Ik doe altijd vooral veel op mijn voorhoofd natuurlijk weer. Om een beetje bruin te lijken. Ja, hij is echt heel rood-bruin. Zoals je denk ik wel kunt zien. Ja, ik persoonlijk vind dat heel mooi. Er zijn mensen die dat niet mooi vinden. Ik vind dat gewoon wel heel mooi. Hij glanst wel, maar niet storend veel. Het is gewoon een lichte glans, dus gelukkig niet te veel. Wat ik wel altijd mooi vind aan een glanzende bronzer, is dat het je iets meer levend laat lijken. Een matte bronzer, ja, die houdt het toch altijd wel nog een beetje plat. Houdt het allemaal een beetje plat, maar dit brengt iets meer structuur. Ja, en leven in de brouwerij. Wel een klein dingetje, als je heel veel structuur hebt op je voorhoofd of überhaupt op je gezicht, dan zijn glanzende bronzers echt niks voor jou. Want deze laten echt al je oneffenheden zien en al je shit, al je puistjes, al je acne, wat je ook hebt. Als je dat veel hebt, raad vooral een matte aan. Ik vind hem echt super mooi, I like it. En dit is de meest donkere kleur, by the way, volgens mij. Ik denk het. Ik heb hem van Boozy Shop. En deze is rond de 10 euro volgens mij. Voor blush heb ik een sleek make-up blush. Dit is de Rose Gold. En ja, de naam heeft het al gezegd. Dit is dus een beetje een rosé goudachtige kleur. Ik zag op de swatch in de video, want op Boozy Shop heb je van die video's. Waarin ze swatchen dat hij een beetje roze is met een klein beetje elementen van goud. Dus ja, dat leek mij wel mooi. Hopelijk is het niet too much, but we will see. Ik heb wel eens een andere blush getest van Sleek. Ook zo eentje met een andere kleur. Maar die was echt veel te oranje. Dus ik hoop dat deze iets mooier is. Ja, deze vind ik mooi. Dit is een hele mooie kleur. Niet te roze, niet te glanzend. Want hij glanst wel echt. Ja, heel mooi. Als je niet echt per se bent van de felle blinding highlighter, is dit denk ik ook al gewoon genoeg glans. Het is gewoon alsof je huid gewoon glanst. Alsof je een hele glanzende huid hebt. Wat ik wel heb, is dat nou en de bronzer glanst en de blush glanst. Ik vind dat persoonlijk net iets te veel. Ik zou eerder gaan voor één van de twee moet gewoon mat zijn, vind ik, op mijn huid. Want zo allebei glans vind ik altijd, ja, wel toch wel iets te veel. Maar ik vind deze ook mooi. Nou mensen, het gaat goed tot nu toe. Nou ga ik highlighter aanbrengen en dan pak ik weer dit paletje. Die weer niet open gaat. Oh my god. Een beetje aan de lichte kant moet ik zeggen. Ik vind deze denk ik iets te goud, iets te wit. Dus ik ga denk ik deze aanbrengen. Dit is de kleur Angel Face. Ik vind deze ook iets te goud. Het zijn allemaal vrij gouden kleurtjes moet ik zeggen. Maar hij is wel heel mooi. Ja, ik had hem eigenlijk iets liever champagne gewild of zo. Want het zijn basically drie kleuren in het goud en dan eentje in het wit. Dus ja, dan had toch beter eentje iets meer champagne kunnen zijn. Ik ga nou deze witte pakken. Die heet Limited Edition. En daarmee ga ik er overheen. Om het iets minder goud te maken hopelijk. Ja, dat heeft nut.
Als ik die twee een beetje mix, dan wordt het een beetje de kleur die ik eigenlijk zou willen. Nou, ik moet wel zeggen, mijn gezicht is nou wel echt heel beglansd. Ik heb ook weer een beetje te veel gedaan op mijn neus. Tip voor alles wat je te veel aanbrengt, blush, highlighter, bronzer. Maakt niet uit wat je opdoet. Is het te veel, pak je blender, je spons. En ga er gewoon een beetje overheen. En dan maakt het automatisch meteen iets minder. Geweldig paletje. Oké, dan lippen. Ik heb niet echt rekening gehouden met mijn ooglook qua lipkleur. Want deze lipkleur past er niet per se heel goed bij. Maar dit is de Maybelline Superstay Matte Ink Lipsticks. Waar ik echt heel veel goede verhalen over heb gehoord. En ik pas nou eentje heb gehaald. Deze is 11 euro. Dit is de kleur 75 Fighter. Ik vond het heel mooi eruit zien online. Ik heb hem online gekocht. Hij is een beetje bruinig, oranjig, nude ofzo. Ik vond het een hele aparte kleur. Het is een kleur die ik niet standaard in mijn collectie heb. Vandaar dat ik dus deze wilde. Wauw, hij brengt heel fijn aan. Nou, dit brengt echt heel zacht aan. Het is mat, of ja, het wordt mat. Maar het brengt een beetje suède aan. Het brengt heel zacht aan. Ik vind hem heel fijn aanbrengen. Prachtige kleur. Hij matcht niet echt per se met de ogen, want die is roze. Ik had misschien goud moeten doen. Dan matchte die beter met de lippen. Deze kleur is heel... hij is vooral heel anders. Heel veel lipkleuren heb ik misschien 100 dezelfde van. Maar dit is echt een hele aparte kleur. Heel mooi voor de herfst. Hij is nou aan het opdrogen, voel ik. Hij wordt mat. Hij brengt heel zacht aan. Hij is ook een beetje klein. Dat vind ik ook fijn. Is makkelijk om mee te nemen in mijn tas. Tot nu toe vind ik hem zeker de hype waard. Ik vind hem echt heel mooi. Ik heb nog iets voor de lippen. Een lip gloss. Een soort van glitter top coat voor de lippen. En dit is de City Color High Shine Glitter Lip Gloss. Dit is in de kleur Rose Gold. En die wil ik er overheen aanbrengen. Ik ga wel even wachten, want hij moet nog opdrogen. Even by the way, ik heb de lipkleur van dit potloodje niet gebruikt. Omdat die gewoon niet matcht met deze lipkleur. Maar je hebt dus zwart, je hebt donkerbruin, je hebt nude, roze, nude, wittig. En ja, dat was hem. Maar ik vind de zwarte heel mooi, dus waarschijnlijk vind ik de rest ook mooi. Ik vind dit heel handig, vooral voor de prijs. En je hebt 4 kleuren. Dat is heel goedkoop voor 4 kleuren. Ik ga al even deze Rose Gold glitterkleur eroverheen aanbrengen. Ik was niet van plan om deze te kopen, maar hij was like 3 euro of zo. Hij was afgeprijsd. Ik denk, nou, voor die prijs moet ik hem even meenemen. Wauw, kijk die glitter. Hij stinkt wel echt. Deze stinkt echt naar, ik weet niet, gewoon iets vies of zo. Heel mooi. Het geeft echt een beetje een gouden glans. Persoonlijk vind ik deze mat mooier. Dat wel, maar ik vind deze geweldig. Ik zal hem over een nude kleurtje aanbrengen. Een licht roze of een beetje een licht peachy lipstick. En dan deze eroverheen. Geweldig, vooral voor die lage prijs. Deze is ook van Boozy Shop. Nou, ik heb niks nieuws qua setting spray, dus dit was de look. Ik ben zo blij met deze video vandaag. Al deze make-up is echt amazing. I like it. Dit is echt geweldig. Ja, dat was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video. Alles is heel betaalbaar, dus koop het snel. En ik hoop dat ik jullie weer een beetje vooruit heb geholpen vandaag met wat nieuwe make-up die er is en die ook heel betaalbaar is. Dus vond je de video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. De volgende video wordt ook echt heel leuk. Ik heb weer allemaal nieuwe dingetjes die net zijn uitgekomen en ook heel betaalbaar zijn. Dus stay tuned en ja, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!